Goedendag, kijk naar de weersverwachting van weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we veel bewolking boven Nederland en dat heeft alles te maken met de sneeuwdepressie. Het sneeuwgebied trekt vanochtend het land binnen, ietsje later dan we gisteren nog dachten. Maar inmiddels sneeuwt het in een groot deel van het land en dan gaat de verwachte 5 tot 10 centimeter en lokaal 10 tot 20 centimeter vallen. In het zuidwesten gaat de sneeuw geleidelijk over in natte sneeuw of regen. Daar wordt het 4 graden. Elders in het land blijft de temperatuur de hele dag rond het vriespunt liggen. In het noordoosten valt amper neerslag, misschien 1 à 2 centimeter. Vanavond trekt de sneeuw zuidwaarts snel weg, wordt het droog, klaart het op en dan wordt het ook snel kouder. Begin van de avond vriest het alweer. In de loop van de nacht daalt het kwik tot plaatselijk rond min 10 graden of nog lager. Morgen overdag gaat de temperatuur natuurlijk wel weer omhoog. De zon schijnt flink, het is overal droog. Maar de temperatuur komt niet boven het vriespunt uit. Maximaal in het binnenland min 2 of min 3 graden. In de nacht na zondag komt er neerslag aan. Sneeuw, ijzel, later overgaat in regen. En dan hebben we zondag overdag hoge temperaturen van 3 tot 6 graden. Ook maandag doort het stevig. Neemt de kans op winterse buien wel weer toe. Dinsdag ook een enkele winterse bui. En dan keert de kou weer terug.